Deze nieuwsuitzending die gaat over uh, Francis Capella en dan een positief verhaal. Iets van: Francis Capella heeft gelijk. Zo, so, maar ik weet het nog niet. Het is ook bedoeld voor uh, Francis dat hij hier naar luistert. zal hij hopelijk doen. Zijn naam zet ik in de titel, zonder meer. En dan denk ik wel dat hij denkt van... Oh, het gaat over mij. Nou, het gaat ook over Francis Capella. Ik heb iemand via mijn beschouwingen... die heb ik uh, contact mee gekregen via de e-mail. En ik geef mijn e-mailadres nooit door... maar je kan het zo vinden. Het is perry7... at... En dan Mac.com. Mac van Macintosh. Mac.com. Dus mijn voornaam, cijfer 7, at Mac.com. Steven Jobs, die had als e-mailadres Steven at Mac.com. Dus ik dacht, nou, dat wil ik ook. Ik wil Perry at Mac.com. Maar dat kon niet. Een andere Perry was mij geweest. En Perry 2 dacht ik, ja, Perry 2. Nou, Perry 7 dan. En die was er nog. Ja, mooi zo. Zo is het begonnen. Nou, dat is mijn e-mailadres. En dan stuurde hij een mailtje op. Met, uh, nou, leuk dit en ik luister graag. En maar wat, uh, dit dan? En dan heeft hij linkjes. Dan is hij op het internet bezig geweest? Heeft hij weer wat gevonden? En dan, dan typt hij wat op. Wat hem stoort of wat hem opvalt. En dan dat linkje erbij. En dan kijk ik, nou, niet naar alles, maar 80 Zeker. Nou, misschien wel 100%. Maar ik kijk niet alles uit. En zo kreeg ik van hem een mail op een dag. En daarin stond als openingstekst: uh, Het is toch niet beleefd als je als geïnterviewde de interviewer in de reden valt. En dat is ook zo. Dat mag je helemaal niet doen. En dan dat linkje eronder. Ik denk, nou, waar gaat het over? hè? Een flauw idee. in eerste instantie dacht hij van ja, 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 wat heb je nog meer te melden en zo. En toen in tweede instantie van kom, oh ja, dat. interviewen, in de reden vallen, waar gaat het over? En tot mijn grote verbazing kom ik op het kanaal van Mira, waar ik geleid word naar een interview met Francis Capelle, Francis, en dan gelijk naar 11 minuten 25 of zo. Het hele interview duurt bijna twee uur, dacht ik. Maar langer dan een uur. Hè? Dus ik kom gelijk midden in het gesprek en ik herken Mira de Stem natuurlijk. En ik herken de Stem van Francis Capella. Dat was hem echt. Ik volg Francis Capella al een tijdje. Hij heeft een kanaal en dat heeft iets te maken met de eerlijke atheïst. Francis is een atheïst en ik ben gelovig. Dat heeft al geleid tot uh, olijke discussies. En Francis denkt misschien wel dat ik hem een domme man vind. Maar dat vind ik dus niet. Ik was uh, verrast, uh, blij verrast, door wat Francis allemaal opgemerkt had. En ik denk van, kijk, dat is nu iemand en die heeft niet de ogen in zijn zakken. Dus bij deze complimenten, Francis. Ik had dat interview nooit gezien. Terwijl ik in die dagen, 2013, denk ik, of zoiets, volgde ik bijna alles van, uh, van Mira. Maar deze heb ik om een of andere reden. overgeslagen. Nou, nu dan wel, en dat was me helemaal duidelijk. En inderdaad, Francis valt Mira in de reden. En dat is niet beleefd. Aan de andere kant, uh, Mira doet het ook. Dus. ja. En daarbij, ik kan het. Dat interview ook goed begrijpen. Vanuit het licht dat Mira dat is zo'n type en die gelooft dan in mensen. Ja, wat is daar nou mis mee? Maar het is iemand die benadert haar omgeving. Uh, ja, niet als ze een allemansvriend is, maar als je dan de vriend bent, dan ben je ook de vriend. Ja, je moet toch er ergens je hoop op vestigen in dit leven, of niet? Nou, en zo was uh, Mira goed bevriend geraakt met Micha Kat. En Micha Kat is een. Nou ja, om dat niet tegelijk te verklappen. Maar uh, zij wilde Francis met name aanspreken op het feit dat hij negatief gesproken had over Micha Kat. En negatief over Sietse planting En Sietse planting is inmiddels overleden. Maar toen was Sietse planting nog springlevend. En hij zei dus van die beide mannen: van ja, hier spoort iets niet. En Mira kan dat dan niet. Ja, kan dat dan niet geloven? Van: uh, jij legt de nadruk op dingen die niet zo belangrijk zijn. En je moet kijken naar de belangrijke dingen. En in de belangrijke dingen is er toch niks aan de hand. En waar jij het over hebt, dat zijn dan onbelangrijke dingen. En dan raakt uh, Francis Capelle, uh, ja geïrriteerd. En die zegt: Hoezo niet belangrijk? Er geldt toch zoiets als het Nederlandse recht? En daar heeft Francis uh, helemaal gelijk. Uh, van Micha Kat is vastgesteld dat hij. Donateurs had. En daarbij kan je je al afvragen: van ja, waarom? Waarom heeft iemand donateurs nodig? Ik heb ook geen donateurs. Francis ook niet. En Micha Kat wel. Ja, dat moet wel, want hij heeft ook zijn huur. En, uh, en dan denk ik: ja, ga dan werken. Je kan het toch in je vrije tijd doen, wat is dat nou? Wanneer hij is dan helemaal gedonateerd. Ik vond het in die zin altijd al een beetje vreemde gozer. En toen Francis erover ging dat Migakat en Arend Sevat... geen openheid van zaken wilden geven... over hun financiële inkomsten, van waar dat vandaan kwam. Of hun stichting, nou ja, privé van, van Michakat, dat interesseert natuurlijk. Dat hoort niemand te interesseren. Maar een stichting wel. En daar werd heel moeilijk over gedaan. En ze wilden die gegevens niet overleggen. En vervolgens heeft Migakat nog een aantal dingen gedaan. En die kunnen absoluut niet. Zo heeft Migakat de adresgegevens van Francis Capelle op het internet gezet. Ja, dit, dit, dit kan dus helemaal niet. Dus. En daar heeft Francis Capelle totaal gelijk als hij daartegen protesteert. En ook is het zo dat er in die dagen was er een, onder die alternatieve jongens, een gedachte dat we een soeverein land konden gaan stichten. En dan moesten we een stuk grond kopen, maar dat kon dan, tussen Nederland en Duitsland. Hadden ze ook nog een leuke naam voor verzonnen en dan zouden we daar allemaal een paspoort aan kunnen vragen. En dan ben je burger van dat land en dan ben je in Nederland als expat en dan gaat alles veel beter. Een belachelijk idee. En je kan iets wat te maken heeft met de misstanden in Nederland, dat kan je niet oplossen met briefjes, en afspraken, en formulieren, en contracten, omdat de maatschappij de, de activiteit van de Nederlander. voor zover het aangaat. dat soort dingen. Ja, die beroepsgroep is zo corrupt als wat. Dus het heeft geen enkele zin. om eerst te gaan beginnen. en dan in te schuiven. in het internationale recht of zo. Tuurlijk niet. Kom je erbij? Uh, de analogie die me te binnen schiet, want uh, je hebt een computersysteem en dat, uh, dat werkt niet goed. En dan uh, wil je eigenlijk een nieuwe computer, maar dat kan niet zo'n grote fijne computer zijn uh, als die je hebt. Maar dan neem je een eigen nieuwe computertje, zo'n kleintje. Nee, als jij een computer hebt die het niet doet, dan moet je naar de boer toe die dat ding repareert. Dus Nederland moet gerepareerd worden. Want Nederland doet het niet. Nederland functioneert niet. Dat ben ik helemaal met Franse kapelle eens. En zo'n actie van... Die komt niet van Frans af hoor. Maar die komt dus uit dat alternatieve gebeuren. Om dan maar een eigen land te gaan stichten. En dan gaan we lekker samen doen. En dan gaat het wel allemaal goed. En gaat het weg. Het probleem hier in Nederland is dat wij niet soeverein zijn. Wij staan onder centraal bestuur. En dat centrale bestuur, dat heeft geen duidelijke identiteit. Ik heb het gehad over die uitzending over identiteit, anders moet je die nog even terugluisteren wat identiteit inhoudt en dat identiteit noodzakelijk is voor de communicatie. En wij worden toegesproken door, een, uh, ja, door onze overheid. We noemen dat onze overheid. Maar wie is daar eigenlijk aan het woord? En dan zeggen we dan nu van ja, het is de Europese Unie die dat zegt. Ja, denk ik, maar wie is de Europese Unie? En wie zijn de aandeelhouders van dat project? En je kan opzoeken dat zoiets als de Europese Unie, dat is ergens ingeschreven in een Kamer van Koophandel. Dat kan bijna niet anders. Of in een internationaal register van ondernemingen. Maar daar zit de Europese Unie in. De EU huurt gebouwen en resideert in België. En België stuurt nota's naar de EU voor hun verblijf in een van hun steden. Dan kan je nazoeken op uh, de, de besteding per Europees land en dan zie je dat België een enorm hoge ja, een enorm veel geld betaalt. Maar dat komt omdat ze daarvoor heel veel terugkrijgen. In de zin van uh, dat de Europese Unie geld uit moet geven aan België. Wat. Uh, is voor uh, huur van gebouwen. Ik stond ervan te kijken. Maar er is in elk geval een administratie tussen. de Belgische overheid en de Europese Unie. En daarvoor moet de Europese Unie dus ergens een identiteit hebben. waar je het aan kan overboeken. Wij betalen bijvoorbeeld een EU-afdracht elk jaar. of een paar keer per jaar. Maar dat gaat naar een bepaald bankrekeningnummer. Nou, daar zit een identiteit aan vast. Maar wie, welke identiteit is dat? Nou, wij weten het niet. Hè? Ja, het is met een mooie. Met de Europese Unie. En de mensen die ons overheersen. En dat is een schimmenspel. En wij hebben dan vrij vrije ondernemerschap. En dat is aan ongelooflijk veel richtlijnen verbonden. Maar hou je het klein, dan is er niet zoveel aan de hand. Dus er is nu een wetgeving actief in Nederland... die dicteert dat als jij een eigen ondernemer bent... en je verdient 20.000 euro per jaar... dan, dan is dat oké. Okay. Dan hoef je verder niet veel bijzonders. Dan mag je zelfs de BTW houden die op je nota's geschreven is. En je hoeft uh, ja, geen BTW af te dragen, dus. En, maar je mag ook geen BTW claimen. Dus al je kosten zijn ook inclusief BTW. En, en je verkopen, daar wordt geen BTW over. Daar hoef jij geen BTW over te heffen. Nou, aantrekkelijk. Daar kan je niet in gaan handelen, in goederen. Want als jij wat inkoopt, dan betaal jij de BTW. En, en ja, de, de BTW die je terugkrijgt van je klanten. Maar je zal niet snel goedkoop zijn, omdat jij die BTW kwijt bent voor je inkoop. Maar als het dus klein is, dan vinden ze dat goed. En wil je echt groter gaan, dan loop je tegen problemen op. Ja, dat komt omdat onze maatschappij uh, is overgenomen door een persoon met een onbekende identiteit. Een fictief persoon met een onbekende identiteit. En iedereen doet mee in dat hele spelletje. En vanuit die hoek van die overmacht zetten ze mensen weg onder het volk en die doen alsof ze horen tot het volk en gaan dan een beetje jolig lopen doen om de boel op te rijden en op te stoken en ons voor de gek te houden. En één zo'n persoon is Migakat en aan de andere kant Arend Sevat. Dat zegt Francis Capella. Zei hij in het interview. En daar heeft hij helemaal gelijk in. En dan zijn wij dan een droomarmer. Ja, nu ook niet meer, want wie kijkt er nog naar Mika Kat? Ik niet meer. Er was een, op het laatst heb ik nog gekeken naar uitzendingen van hem. En dan zit hij in de trein ergens in Ierland van Hot naar Her te reizen. En dan heeft hij een Ierse krant gekocht. En dan gaat hij met zijn smartphone inzoomen op uh, tekstberichten. En dan gaat hij opgewonden bij zitten Joelen. Oh kijk eens mensen, ik zei het altijd al. Hier zie je staan. Ja, oh, oh, oh. ja, Willems heeft de bal. Willems heeft de bal. Hè? En dan knalt hem erin. Oh. oh. Nee, dat is geen uh, verslaggeving. En het plaatje van Miguel Kat, wat ik zo zo'n beetje heb, is: het is een jongen en wat hij nou eigenlijk voor werk heeft, weet ik niet. En dan zo af en toe zit hij in de trein en dan denkt hij: Nou, ik heb toch niks te doen. Ik maak weer even een nieuwsuitzending. Hij zegt dan altijd: uh, Breaking of zo. Dit is Breaking. En wat nou Breaking? Dus komt Michakat weer met een doorbraak. Een R C vat ben ik helemaal uit het oog verloren. Dat weet ik niet. Een Zietse planting heb ik één keer gezien. Nee, twee keer. En ik vond het wel een aardige gozer. En Michakat zegt dat ook achter een planting. Of dat Zietse planting werkt. Voor de overmacht. En dat laatste, daar heeft hij gelijk in. Want Sietseplanting is dan voormalig militair, maar die heeft zoiets als een beveiligingsunit. En dan leidt hij mensen op. En hij leidt mensen op van wie? Ja, van de grote jongens. Dus ja, we hebben het over. Francis heeft gelijk. En dat maakt dan ook wel duidelijk dat wij in de alternatieve media uh, voor de gek zijn gehouden door zo'n opruier als uh, Migakat. Kat. En dat is een jammer voor ons. Aan de andere kant kan ik erbij zeggen dat een opruier uh, heeft geen waarde. Het is alleen maar opruierij en wat moet je ermee? Gek laten maken. Het gaat om de informatie die iemand brengt en de informatie die hij afstaat en nou, voor de rest dat hij beleefd praat en voor de rest moet hij zijn mond houden. Dus dat is dan het gelijk van Francis. En dan voor onze situatie zegt Francis heel terecht van ja, waar je je maar went of keert, je loopt er tegenop hoor. En dat kan je heel negatief vinden. Of je kan het accepteren. Want dat is ook zo. Je hebt hier in Nederland als een burger maar een beperkte bewegingsvrijheid. Alles wordt in principe in de gaten gehouden. En wij mensen weten dat ook. En is dat erg? Nou, nee, ik denk het echt niet. Ze doen nu Nederland helemaal platleggen met die corona. Ja, wat gaat er gebeuren? Ja, de middenstand gaat eraan. Dus dat is wat er gaat gebeuren. We raken al die kleine winkeltjes kwijt. En we zullen alleen nog maar kunnen kopen bij de grotere coöperaties. Ja, dat is zo. Ja, niet leuk. Maar dat is het dan ook. Hè. En we zitten nou allemaal thuis. Bang om over straat te gaan. En dat gaat helemaal nergens op. bedoel, in Spanje en Italië of zo, daar mag je niet meer over straat. Tenzij je duidelijk aan kan geven wat je gaat doen. Maar hier is dat nog niet, hè. Iedereen die zit vrijwillig thuis. Maar afgelopen vrijdag heb ik bezoek gehad van een vriend en we hebben een potje geschaakt. En hij ging weer weg en dat mag gewoon. Hè? En ik loop over straat naar de supermarkt en dat mag gewoon. Dus ik begrijp de paniek niet helemaal. En dat je het coronavirus zou kunnen krijgen. Ja. Het is de periode van griep. En is dat coronavirus dan wel de grote boosdoener? Ze hebben in 18, op 18 oktober vorig jaar al een vergadering gehad met geld van de Bill Gates Foundation... En hebben ze een scenario uitgewerkt over de vraag uh, uh, wat te doen bij een, een wereldwijde pandemie met corona. Nou, als die komt, he, dan gaan we dit doen en gaan we dat doen. En inderdaad, nu al staat er dat de Europese Unie 750 miljard heeft uitgetrokken voor de bestrijding van de coronacrisis. Kijk, daar gaat er weer iemand met geldlappen wapperen. En dan denk ik, oh ja, natuurlijk. Want daar hadden ze dat bij die vergadering van 18 oktober ook over. Want, uh, je moest duidelijk onderscheiden dat bij de crisis... Uh, moet je de verspreiding van het virus moet je zo veel mogelijk tegen gaan. En je moet nu al gaan nadenken over wat je gaat doen met al dat geld. <laughs> en dan komt de coronacrisis en ja hoor, dan gaan we wapperen met geld. 750 miljard. We hebben in Nederland hebben we, of wij in Europa hebben we hoeveel inwoners? 200 miljoen of zo. Aan nou, een miljard gedeeld door, uh, door een miljoen, dat is uh, duizend. Nou, dan heb je in Nederland, dan, uh, of in Europa heb je dan die 200 miljoen inwoners. Dan moet je die 7000 nog delen door 200. Dan heb je zoveel duizend. Nou, dat is een aardig bedrag per inwoner. En even voor de grappen even erbij met de rekenmachine. Maar die nullen maak je zo snel een fout. Hè? Rekenmachine. 750 miljard. 50. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 750 miljard gedeeld door 200 miljoen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Is. Jawel. Bijna 4000 euro per inwoner van de EU. Dat gaan ze even in een potje stoppen op onze kosten. Ja, dat is 4000 euro. Doei. En <laughs> zo gaan ze maar door. Het is bizar. Zonder meer. Ja. Maar geen reden tot paniek of zo. Waarom? We zullen niet een hongersnood krijgen. Dat, uh, dat zou mij erg verbazen. Maar die truc die ze nu hebben verzonnen met dat iedereen thuis moet blijven, dat is wel een hele goeie. Want dat doet iedereen braaf. En dan begint dus die middenstand eruit te klappen. En dat wil je dan graag. En dan neem je het over met de grote jongens. En dat was altijd het doel al. Dus dan is het gelukt. Dat is het enige waar we nu in zitten. En die grote bedrijven, die kunnen wel lekker grote bedrijven zijn. maar ze hebben arbeiders nodig. En daar hebben ze geen andere mensen voor dan wij. En doen ze dan nu uh, uh, goedkope arbeidskrachten binnentrekken vanuit Afrika? Dat doen ze al heel lang. Want die zeuren niet. Want die spreken geen Nederlands. Dus die kunnen niet zeuren in het Nederlands. Ja, dat is eigenlijk het enige. Maar dan, maar dan nog, is dat een gevaar voor ons? Moeten wij ons als Nederlanders zorgen gaan maken? Het is hoger uit dat je nu niks te doen hebt. En ja, wat ga je dan doen? Um, ja, en het geld. Ja, uiteindelijk zit iedereen op een basisinkomen. Of een, een soort een nuluitkering. En dan heb je iets van 50 euro per persoon in de week te besteden. Dat zullen ze wel aanbieden als laagste nou, daar kan je wel van leven. Maar het wordt geen vetpot. En je zal niks meer kunnen opbouwen. Dus een imperium achterlaten voor je kinderen, dat kan je echt vergeten. Dat zal er niet meer in zitten. Maar is dat erg? Maar kom op. Je leven gaat uiteindelijk ergens anders over. En dat vindt Francis ook wel hoor, dat, dat is uh, absoluut geen materieel uh, bezittelijk persoon, verre van dat. Ik vind het wel leuk aan Francis dat hij dan zegt, uh, deze uitzendingen die maak ik voor mijn dochter, zodat zij kan terugzien uh, hoe ik was en wat ik zei en hoe ik het zei en dat ik boos was en dat we niet en dat weer een grapje maakte en dat is toch meer info dan een foto die langzaamaan vergeelt. Daar ah, geef ik hem gelijk in. Nee, dat moest er eventjes uit. Om het... Uh... Ja, niet alleen vanwege die... Uh, dat, dat schisma wat wij dan hebben, omdat ik gelovig ben en hij niet. Dat niet eens, dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. Ik zal niet een ander mens aanspreken op de kwaliteit van zijn geloven of het ontbreken daarvan. Ik heb wel gereageerd op dingen die hij zei over de Bijbel. Want ik denk, van, ja, dat kun jij wel zeggen, maar als jij dat mag zeggen, dan mag ik ook zeggen dat ik dat niet vind. Want dan zegt hij iets over, een, over het publieke domein. De Bijbel is van ons allemaal. En, ja, daar dan overheen gelopen pissen, dat, dat hoef ik niet over mijn kant te laten gaan. Oh, het is de Bijbel en daar mag iedereen over Nee, natuurlijk niet. Dan mag ik op reageren als dat nou. En als uh, hij komt met de opmerking dat ook onder gelovige mensen er nogal wat zijn. Uh, die zich uh, niet echt gelovig hebben gedragen. in die zin uh, seksuele doelstellingen toch. Dat is dan zijn voornaamste ding, dacht ik. Seksuele uitspattingen en afpersing. Vanuit een gelovige Maar Ja, ze zijn dan zogenaamd christen, maar je moest dus weten wat ze uitgespookt hebben. Nou ja, dat, dat, dat kan. En hij heeft het dan over Gert en Hermine Timmerman. Nou, dat kan. Het zou mij wel verbazen, maar als het echt zo is, dan denk ik al heel snel, um, het kon. Want het kan. En mensen die, die, die geestesziek zijn, dat is de term die ik eerder heb gebruikt, en die dus um, geen medelijden hebben, en daar zitten we dan het punt. Hè. Ja, die gaan zich te buiten aan allerlei dingen. En die nemen makkelijk twee identiteiten aan. Dus de buitenwereld denkt dat ze bla zijn. Maar eigenlijk zijn ze iets. En als de buitenwereld dat zou weten, dan zou niemand met ze om willen gaan. Dus ze, ze creëren voor zichzelf een identiteit. En dat is dan in dit geval de Gert en de Min identiteit. Ja, dat is dat leuke duo. En die zingt van die christelijke liedjes. Ja, als je als dief, een, als, als misdadiger, als niet-oké-persoon, okay wil jij een andere identiteit hebben. dan kies je natuurlijk een identiteit die bij de bevolking ligt van. oh, het zijn hele fijne Bijbelgelovende christenen. Ja, dat is dan het masker wat je jezelf aanmeet. Natuurlijk. Dus dat kan heel goed waar zijn. En dat zegt niks over de Bijbel zelf. En uh, je moet in het algemeen niet van een mens denken dat als hij de Bijbel loopt te prediken, dat hij dan wel zo deugen. Want zo makkelijk is het niet. Het zou een mooi boel zijn. En er zijn mensen op deze wereld, echt heel veel, en die deugen niet. Die hebben geen medelijden. En die liegen en die bedriegen. En als hij dan vindt uit zijn ervaringen, zijn feiten, materiaal... dat er dus iets aan de hand is met Gert en Emine Timmerman, dan... Ja. Dus zo het. Het zegt niks over de inhoud van de Bijbel... En daar blijf ik bij. Dus dat is dan het enige tussen mij en Francis, wat mij betreft. Als hij verder niet zeikt over Exodus 21, dan heb ik er helemaal geen moeite met die persoon. Maar gaat hij er wat van zeggen, dan zal ik weer reageren. Want ik interpreteer dan dat stuk van de Bijbel net even iets anders. Nou ja, dat is mijn goede recht. En ik accepteer de Bijbel in zijn totaliteit. Vandaar ook Exodus 21. Het is dus een merkwaardig hoofdstuk. Maar het leert je wel weer wat. Het gaat over slavernij. In de Bijbel staan op een aantal plekken regels voor slavernij. En dan denk je daarvan, van, oh nee, dat kan niet. Maar slavernij is heel gewoon. Het mag nu niet meer. En dat is jammer. Ja, dat hoor je goed. <laughs> je bent iemand zijn slaaf als je een schuld hebt bij die persoon. En je kan hem niet afbetalen. Want je doet het niet. En dan word je die persoon zijn slaaf. Dat is de afspraak. Dus zo staat het in de Bijbel. En nu is dat niet zo. Ik heb. Een akkefietje bij de hand gehad van iemand en die weigerde te betalen. En dan kan je op je kop gaan staan en van alles aan proberen te doen. En recentelijk kreeg ik te horen dat hij overleden was. Ja, dan ben ik en ik fluiten naar mijn centen. Uh, 7000 euro. Uitgeleend aan een vriend. Ja, fijne vrienden zijn dat. En daar doet de maatschappij nu niks meer aan. Oh, oh, ja, nou oh ja. Nou, 7000 euro voor mij nu. Ik zit ook nog onder loonbeslag, dat is mijn eigen schuld dan. Maar goed, dan nog. En ik moet rondkomen in de week van. Dat is echt niet veel. En wat kan ik sparen in de maand? Nou. Geen 500 euro. En mijn loonbeslag loopt tot aan 1.028 euro. Dus dat krijg ik dan maximaal van mijn werkgever. En daar bovenop heb ik zorg en huurtoeslag. Nou, dan kun je alles bij elkaar op 1.200 euro. En dan uh, 7.000 euro uh, opnieuw bij elkaar gaan sparen... ja, dat zal ik uh, op dit tempo nog wel even over gaan doen... voordat ik die klap te boven ben... dus dat is niet de bedoeling van de Bijbel dat dat soort dingen gebeuren. En daarom staat er dus dat als zo'n situatie optreedt en iemand kan niet betalen, ja, dat is een jammer, maar dan wordt het jouw onbetaalde werknemer. En dan mag jij bepalen wat die persoon gaat doen. Dus dan had ik hem kunnen verplichten tot. Want dan is hij mijn slaaf. En in Exodus 21 staat dan de regel dat dat mag voor een periode van maximaal zeven jaar. En dan is het over. Met andere woorden, als de schuld zo groot is dat hij zelfs in zeven jaar, dat hij jouw slaaf is, niet afbetaald kan worden... dan heb jij ook iets fout gedaan. Want dan heb je heel, heel erg veel geleend, op de lat gezet voor iemand... Die, je dus kennelijk, die jij dus kennelijk niet goed kende. Maar zeven jaar wordt als grens gezien. En dan gaat Frans dus helemaal over uit zijn dak. Ja, dat geldt alleen maar voor de Hebreeën en niet voor iedereen. Ja, dat is dan zo. Het is alleen maar een wet van die tijd hoor. Want hij geldt alleen voor Hebreeën. In die tijd. En vrouwen die. Vrouwen als slavin. Dat kan dan ook voorkomen. En die blijven altijd je vrouw. En dan zou je denken, van, nou, maar dat is dus seksistisch, vindt de Bijbel. Nou, als je een beetje weet van hoe het er toe, toen aan toe ging. Is dat ook wel weer eerlijk. Maar dat weet ik niet precies. Het staat ergens uitgelegd op een website. En dat klopt wat er staat. Maar nou, ik weet de uitleg niet meer. Maakt me niet zoveel uit. Want de slavernij is afgeschaft. Dus de mensen tegenwoordig bij jou enorm in het rood staan. En ze betalen niet. Nou, dat betalen ze niet. En dat maakt het systeem niet uit. En dat is wel een probleem. Niet de hele dag natuurlijk, maar ik heb het dan bij de hand gehad. Dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven die opgericht worden en dan gaan die bedrijven failliet. En de aandeelhouders, die. Uh, die overkomt niks. Het is een truc hoor, om een bedrijf. ...helemaal leeg te zuigen met een leuke directeursvergoeding. dan laat je de boel ploffen. En dan gaat het bedrijf omlaag met alle crediteuren. Dan krijgen andere bedrijven krijgen hun geld niet meer. En dan de onderneming is failliet. En de aandeelhouders die gaan vrolijk door in een andere bv. Wat gebeurt. En dat is niet correct. En zo denk ik dat ik al die kritieken van Francis Capella over de Bijbel daar, daar kan ik wel wat op zeggen. Het is niet zo verschrikkelijk als het hij doet. Um, hij doet laten inzien of zo. Hij uh, zich uh, afschetst. Dat niet. Maar voor de rest hebben we helemaal niks. Ik vind hem heel goed in zijn beschouwing van hoe de samenleving in elkaar zit. Er zijn misstanden, en het enige wat er gebeurt is dat een stelletje Malota, à la migakat... die gaan er enorm hard over lopen klokkenluiden, en voor de rest gebeurt er helemaal niks. En dat is precies wat er aan de hand is. We zijn een, een hele een maatschappij van uh, luilappen, luilakken geworden. Lamstralen. We doen er helemaal niks meer. Op dat niveau dan, hè? we doen er niks mee en ja. En is dat erg. Uh, uh... Nee, uh, ik zou niet weten waarom. Ik denk dat je goed moet opletten als lid van Nederland, als inwonende hier. Hoe jij je privéleven gaat regelen de komende tijd, jaren. En je verwachtingen bijstellen. En gewoon zien dat de parameters die zijn veranderd. Want men daarboven heeft besloten dat het tijd is. Want deze hele actie van die corona over de hele wereld is uh, ja, maanden voorbereiding aan vooraf gegaan. En aan die vergadering van met gevulde gefund, uh, gefinancierd door de Bill Melinda Gates Foundation onder andere... En zelfs die, al, die was al gepland. En dan en dan gaan we erover vergaderen. Maar dat ze dit zouden gaan doen, dat was al lang. De, de overheersing door de staat op ons, die wordt heel openlijk. En wij gaan allemaal zeggen, ja dat moet wel, want anders gaan we dood. En jij moet je niet gek laten maken. Want we gaan niet allemaal dood. Dat is niet waar. En vooralsnog is er genoeg te eten. Dat is het enige waar je je zorgen over moet maken. Eten, toiletpapier en water. Een stroom. Een gas. Maar aan die voorzieningen zullen ze niet snel gaan komen. Niet nu. En wat ze gaan vermijden is een volksopstand. Want die zullen ze moeilijk in de controle, onder controle kunnen houden. Dus ze, ze zullen de maatregelen, uh, alleen maar die maatregelen treffen waarvan ze zo goed als zeker weten dat er geen opstand komt. Geen hijza in de tent. Want als we echt boos worden, dan, dan loopt de boel uit de hand. En dat willen ze niet. Ze willen ons heel langzaam weg laten teren. Dat is het plan. Wij worden te gedroomd in bepaalde gebieden. En dan de rest van de aarde is van jullie. Maar hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. ik, nou, ik vraag me af. Aan de andere kant. zij kunnen niet anders. In hun wezen. Zij vinden zichzelf de overheersers van deze wereld. En dat willen ze aan zichzelf graag bewijzen. Want daar ontlenen ze hun existentie aan. Ik niet, bijvoorbeeld. Ik. Maar jij ook niet. Waarom zou je een ander willen overheersen? Wat is daar het lol van? Een goede ouder doet dat ook niet met zijn kinderen... Slechte ouders wel. Het gebeurt best vaak dat ouders hun kinderen gaan lopen overheersen. Jij moet op uh, pianoles. Terwijl als een kind dat niet wil, dan, dan, dan houd het er mee op. Ja, maar dat vind ik goed voor de algemene ontwikkeling. Gaat toch weg. Maar zo worden wij overheerst door die club. En hun ding is dat ze een wereldwijde regering willen... En in zekere zin hebben ze die al. In de zin van een Verenigde Naties en een EU en, uh, en wat er allemaal achter zit. Dus eigenlijk zijn ze al klaar. Maar ze willen de, de persoonlijke ontwikkeling van de mensen. Die willen ze frustreren om te voorkomen dat er onder ons iets omhoog gaat groeien, wat een bedreiging zou kunnen gaan vormen voor hun alleenheersmaatschappij. alleenheersmaatschappij. Dus vandaar dat ze ons vleugel lam maken. We mochten eens weg gaan vliegen. Nou, dat is het. Maar dan heb je een hekel op ding en dat is als ons helemaal vleugellam maken. Dan hebben ze geen arbeiders meer? En dat wordt nog een hele puzzel voor die lui hoe ze dat op gaan lossen. Dus je moet mensen hebben die zo dom zijn geweest dat ze makkelijk voor de gek te houden waren. Maar ze moeten wel zo slim zijn dat ze de Porsches kunnen repareren. Dan heb je een tegenspraak. Je bent of slim of je bent het niet. Nee, er wordt nog een, uh, een klus voor die lui om dat te gaan voltrekken. En dit is dan een maatregel in dat geheel. En ze doen het al zo lang. In Amerika, daar had je in 1860. Nog een president die was echt een Amerikaan voor de Amerikanen. Hij was ook een ontzettend intelligent persoon. En die hebben ze doodgeschoten: Abraham Lincoln. Nou, dat was formeel gesproken het einde van de soevereiniteit van Amerika. Maar die waren ze toch al voor het grootste gedeelte kwijt. Alleen met die publieke moordpartij, die moordaanslag. Kon iedereen het zien. Van, uh, oh, en wij zijn de baas hier. Ja, dat is 1865, de vorige eeuw. Uh, de 19e eeuw. Hier. Yeah. En wij hadden die uh, Willem de Zwijger. En die stond ook aan onze kant. Nou, die hebben ze ook doodgeschoten. Baltassa Gerard. die werkte voor die club. Van de overheersers. En de Bijbel zegt dat het hier gaat om Babylon. Dus Babylon die ons onderdrukt. Dat is toch wel een accurate naamgeving, vind ik. De mensen van de rare taal. Of zo. Ja, Babylon had een priesterklasse. Een onderdrukkende klasse, militaire, politie, wat je maar wil, mannen met wapens. Georganiseerd. En die priesterorde was ook helemaal georganiseerd. En dan de orde die de, de Incasso doet. En als degene waarbij geïncasseerd wordt, als die dan moeilijk gaat doen, dan roepen ze de, de geweldpartij erbij. En dan krijg je klappen. Dus betaal je wel? Dat is Babylon. Nou, dat hebben we nou. En nu gaat Babylon zo ver door tegen ons te zeggen: je mag niet meer over straat lopen. Zware beslissing. En de vraag is aan ons. De vraag is eigenlijk hoe wij erop gaan reageren. En nu gelooft nog iedereen dat het het beste is als iedereen thuis blijft. Ik vraag me af hoe lang dat duurt. Mijn Mohammedaanse vriend die, die vindt het ronduit belachelijk. En het is over de hele wereld. Hè? Overal moet iedereen thuis blijven. Vanwege wat? In Canada hebben ze zeven doden. ha. Ah, 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 ah. En goed voor jou om te bedenken dat zoiets als de griepepidemie, die hebben we gehad in West-Europa. Ach, uh, wat zeg maar, pestepidemie. Er zijn echt heel veel mensen bij dood gegaan. En we hebben dat gewoon overleefd. Zonder vaccins, zonder helemaal niks. En dat geldt uiteindelijk ook voor die griepepidemie aan het begin van de 20e eeuw. Wat ze noemen de Spaanse griep. Daar hebben wij ook overleefd. En niks aan de hand. Ja, dooien, ja. Mensen gaan dood. Ja, je kan ook zeggen: mensen die overlijden aan zoiets, die overlijden aan het feit dat ze een verzwakt afweersysteem hebben. En dan ben je kwetsbaar voor zeg het maar wat. En ja, als er iets in de rondte gaat, en het is besmettelijk. Nou, dan is dat het dus waar je aan uh, overlijdt. Maar waar je aan overlijdt, dat is puur toeval. Want behalve corona hier in Nederland zijn er nog meer dingen die in de rondte zweven. Je bent je leven niet zeker als je afweersysteem het niet goed doet. Het kan van alles zijn wat er naar binnen komt. En je afweersysteem, dat, dat neemt af met de jaren. Het neemt eerst heel erg toe. Als je ter wereld komt, heb je een afweersysteem en wow, dat is niet echt uh, nog volwassen. En dan heb je dus nog last van dingen als mazelen. En dan leert je afweersysteem dat. Een, dan ben je dat noemen ze resistent en dan kan je er tegen. Dat betekent alleen maar dat als er weer als het nog mazelen komen, dan worden ze gelijk aangepakt van oh die kennen we. Je afweersysteem is namelijk een intelligent systeem. Dat moet leren. Nou, ja, dat bouwt zich op en dan word je zo en zo oud en dan wordt het minder. En dat merk je vanzelf en dan word je eerder ziek. Word je zwak. En dat is de voorbode. Het hoort bij het ouder worden. Ja, maar bij corona overlijden ook hele jonge mensen. Ja, ook jonge mensen kunnen een zwak afweersysteem hebben. Door stress bijvoorbeeld. En zoveel mensen. Ja, wat overlijdt er nou aan? In Nederland is het procentueel heel erg veel. Wij hebben nu bijna 200 doden. Op 20 miljoen. En als je dan kijkt naar doden in andere landen, zoals Amerika bijvoorbeeld, dacht ik nog geen één. Nou, dat is 200 miljoen. Tien keer zoveel inwoners als Nederland en geen één doden? Misschien komt het nog hoor, maar. maar dan nog, het aantal doden hier in Nederland door de corona, ja, vergeleken met het uh, zonder meer aantal doden per dag. Ik weet niet of dat hoog is, ik denk het niet. Het merendeel der mensen in Nederland overlijdt aan iets anders de laatste dagen dan aan corona. En dan heb je nog, uh, hoe stel je vast dat iemand aan corona overleden is? Want het is nu al heel erg hip om te zeggen dat iemand die dan bepaalde klachten heeft. Oh, dat is corona. Dat past goed in de politieke agenda. Dus er kan ook nog dat ze een vrij ruime diagnosestelling hebben over hoe iemand overleden is en of dat corona was. Ze zijn zo, hè. Niet denken dat die mensen in die medische wetenschapswereld, dat die allemaal even trouwhartig zijn. Eervol. En ze willen het normeren, heel Nederland dicht en een straatverbod voor iedereen. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want bijvoorbeeld de, de kroegen in Arnhem, dat is het nu echt afgelopen. En het ging al zo slecht met de horeca. Ja, en wat gaan we dan doen? Als je niet meer naar de kroeg kan. Ik heb al eens bedacht: van, je zou een handige app kunnen maken. Dat je kan zeggen, vanavond is het bij mij uh, om 8 uur open. En ik ga sluiten om zo en zo laat. En uh, heb je zin? Kom maar langs. Gaan we zomaar bij elkaar in de kamer zitten. En dat dat dan heel formeel wordt, dat er, is men, dat er mensen zijn en dan is het vaste avond op vrijdagavond, dan is Henk open. En als je dat weet, dan ga je toch naar Henk. Ja, maar dan komen altijd dezelfde mensen bij Henk, vind ik zo saai. Nou, dan moet je afspreken met je vrienden bij iemand anders. En die is dan de gastheer en die geeft je dan een centje. en... In ruil daarvoor mag je slap ouwe horen bij hem op de bank. Nou, ja, waarom niet? Iemand die geld nodig heeft. Ik ken een jongen. en die heeft een bar in zijn woning, in de woonkamer. Nou, hij bijvoorbeeld. Waar hij nou van leeft. weet ik ook niet. Maar is ook niet zo'n rijke gozer. En. Oh, hij kookt momenteel voor mensen in de buurt. Dan regelt hij via Facebook. En dan zegt hij, oké, okay, uh, morgenavond heb ik uh, zuurkool met worst en blablabla. En dan kan je afkomen halen en dat kost 7,50 of 6 euro of 5 euro. En hij kan heel goed koken. En dat heeft dus de klanten bij hem in de straat. Ja, dat kan toch ook. Ja, en die cohesie van mensen die uh, met de buren uh, daar even langs gaan om er wat te doen, want er is corona. En we mogen niet meer op straat we mogen niet meer in de kroeg, en dan gaan we naar de buren toe. Ja, die cohesie is sterker dan de cohesie die je krijgt door de kroegbezoekers onderling. Want je bent bij iemand thuis. Dat geeft een hele andere wereld. Niet overal, niet iedereen zal dat kunnen doen. Ligt er een beetje aan in welke buurt je woont. Maar dus ook niet overal niet. In die zin ben ik misschien positiever gestemd dan Francis Capella. En ik zie dat de situatie zoals die nu is. Die, die zal wel gaan veranderen. En er zullen ook veranderingen ten goede komen. En dat kan nog heel lang gaan duren. Maar dat is toch verder niet erg? En maakt het uit. En net als Francis zeg ik. Uh, dat het zorgen voor je kind en bezig zijn met je kind. En je kind een goed hart nadragen en het steunen en zo. Dat blijft toch, bottom line, het belangrijkste praktische dat een mens op deze wereld kan doen. En daarin verschillen hij en ik niet van mening. Ik vond het erg leuk dat ik dat interview van hem zag en... Dat hij in mijn ogen in, uh, in eer gestegen is. Zo. Ik vind wat hij vertelt bij dat interview. Misschien plak ik het wel hier achteraan die audio, als ik zin heb. Oh, dat doe ik wel. Dan kan je het zo zelf terugluisteren. Zoveel moeite is dat niet voor mij. Dan zet ik die MP3 erachter. Of ik doe een linkje onder deze uitzending in de descriptiebox. Misschien dat ik zo lui ben. Moet je even klikken en dan kan je het hele interview luisteren als je het wil. Maar je kan me ook mijn woord geloven. Tijdens het interview heeft Francis van Capelle. Francis Capelle, sorry. De waarheid gesproken. En Mira vond het moeilijk te geloven. Maar we leren allemaal. En de situatie is niet makkelijk voor ons. Daarom mogen we ook ons niet boos maken over een ander. Die in dit geval, Francis Capelle, die het goed bedoelt. We moeten goed naar hem luisteren, naar wat hij te vertellen heeft. Ja, dat is eigenlijk wat ik kan zeggen over Francis. Misschien ontmoet ik hem nog wel een keer, dat weet je niet. Daar zou ik helemaal geen moeite mee hebben. Ik schud hem gewoon de hand, alsof er geen corona is. En luister ook naar Francis. Zou ik doen, eigenlijk. Hij zat toen bij Mira op de radio. En dat interview, daar vertelt hij ook hele ware dingen in. En hij heeft dan zo'n vlog, een videolog. Francis Capella op YouTube. En bespreekt hij ook van alles in. Het is heel eerlijk wat hij doet. Hij zit met zijn mombakkers in beeld. And that's it. En dat is het. En dan geeft hij recht voor zijn raap wat hij denkt, en ze hoort het ook. En dan geeft ze mening en dat mag. Want dat is het motto van zijn kanaal. De mening van Francis Capella. En die mening onderbouwt hij dan nog met feiten. Nou, dan ben je toch klaar. Ik krijg feiten te horen en de mening van Francis Capella erover. En een goedenavond luisteraars, en dat zien we dan alweer. Nou. nou. Geen wetsovertreding, zou ik zeggen. Dus ik hoop dat dit goed aankomt. Ik hoop dat de Frans het ook leuk vindt. Dat ik uh, op die terreinen die ik noemde uitgesproken positief over hem denk. Nou. Ja. En dan zeg ik op zijn hamburgers, heel traditiegetrouw, tjus en dag lieverds.